Dat is dus de eerste score. Dit is een specialiste. Ja. Ariella Keeslin uit Zwitserland. Uitgangswaarde 6,3 bij haar eerste sprong als Sacramoni. Overslagsalto met anderhalve schroef. Dus we hebben een mooie vergelijk. Zilver vorig jaar in Londen bij de wereldkampioenschappen op dit onderdeel. Ja, komt wat lager dan Sacramoni van de Pegasus af. Diepe landing, was niet helemaal voorbereid op de landing. Zou een lagere score moeten krijgen dan Sacramoni. Startwaarde 6,3. E-score is inderdaad lager dan van de Amerikaanse 8,866. En als die score officieel wordt, heeft ze dus een totaalscore van 15,166. En dat is inderdaad nu het geval. En daar is de score dus geconstateerd zich nu voor de tweede sprong. En we kunnen blijven vergelijken, want ik zei al, Yurchenko dubbel schroef springen. Yurchenko is een Arabier naar de plank. Vanaf de plank een flikvlak naar de Pegasus. En daarna in de tweede zweeffase een streksalto met dubbele schroef. Ook deze weer slecht voorbereid op de landing. Goed buiten de lijn. Ja. Het zal absoluut geen hogere score zijn dan de score van Sacramoni. Morgen dus de sprong bij de mannen met Jeffrey Wammes in de finale. Behoorlijk afgeroept in de landing. Ook nog niet helemaal uitgedraaid. Nee, zal niet zo'n hoge score krijgen. En dus geen medaille voor haar. 8,7 de E-score bij haar tweede sprong. Totaalscore van 14,500. Dan heeft ze een gemiddelde van onder de 15. En dan doe je niet mee voor de medailles. Dat is al zeker. Ja, overigens vond ik de E-score nog aan de hoge kant. Als je dat vergelijkt met Sacramoni. Maar goed, juryleden mogen nou eenmaal niet vergelijken en moeten beoordelen wat ze zien. Het duurt lang voordat de score vrijgegeven wordt. Ja, hij is vrijgegeven inmiddels. Ja, nu wel. 14,783 haar totaalscore. Momenteel op de tweede plek. Maar ja.